Het is nog wat er aan zit te komen. Een lenteoffensief. Wat moet ik me daar dan precies bij voorstellen? Waar moeten we rekening mee houden in de lente? Nou, zover we dat kunnen zien. Dat Oekraïne zal proberen en terecht gebied terug te winnen wat ze hebben verloren. En Rusland in feite precies hetzelfde. Die zijn natuurlijk niet of nauwelijks geslaagd. Nee, ik wou zeggen niet geslaagd in de oorlogsdoelen die Poetin zich gesteld had. Vergeet niet dat toen hij 24 februari begon, de indruk bestond: ik rol dat land wel in een paar dagen op en ze staan met rozen langs de weg om mij te verwelkomen. Mm-hmm. Nou, bij Kiev werden ze eerst teruggeslagen. Maar goed, er wordt nu weer geoefend in Belarus, op relatief korte afstand van Kiev. Dus het is natuurlijk helemaal niet uitgesloten dat hij ook daar weer zal proberen vanuit Belarus Kiev aan te vallen. Nou, Donbass zal ook voort en verder gaan. De Oekraïners zullen, koste wat kost, willen voorkomen dat daar verder wordt opgerukt door de Russen. Dus je kunt je een aantal fronten voorstellen waar het gevecht in alle hevigheid zal oplaaien. En nieuwe fronten zullen worden gevormd. En daarin is natuurlijk ook heel erg belangrijk dat er nu over wapenleveranties wordt gesproken en het leveren van zware tanks. De Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Polen en Groot-Brittannië willen dat. Die willen dat leveren aan Oekraïne. En er is morgen ook een heel belangrijk overleg daarover in Ramstein, in Duitsland. Wat verwacht u van het overleg? Nou, ik verwacht van het overleg waar Lloyd Austin, de Amerikaanse Secretary of Defense, aanwezig zal zijn. En vele collega's van hem, een hele grote groep, op die Amerikaanse basis Ramstein in Duitsland. Ik verwacht dat daar knopen worden doorgehakt over wat op dit moment het belangrijkste punt van discussie is. Dat zijn de gevechtstanks, dus echt de zware tanks. We hebben al gezien dat er infanterie gevechtsvoertuigen zijn geleverd. Hè, onder andere de Britten, Amerikanen, ook de Duitsers, Marder. Maar nu wensen wij een stap verder te gaan. Wensen een aantal landen een stap verder te gaan. Door in combinatie met die infanterie gevechtsvoertuigen ook het belangrijkste wapen, namelijk de zware gevechtstank, in te zetten. Wat een groot verschil kan maken in de vuurkracht uiteraard van de Oekraïnse strijdkrachten. Nou, politiek ligt dat met name in Duitsland uitzonderlijk gevoelig. Ja. Duitsland is de producent van die tanks. Krauss-Maffei maakt die tanks. En bij alle leveranties van Duitsland aan derde landen, dat zijn er nogal een aantal, is het beding opgenomen dat als zo'n tank door het land wat die tank ontvangt van Duitsland weer verder wordt geëxporteerd naar een ander land, dan moet Duitsland daar toestemming voor geven. Dat is dus horde 1. En horde 2 is een grotere horde, want dat is een politieke horde. Dat is dat, als ik de informatie goed volg, ik heb uiteraard ook alleen maar publieke bronnen tot mijn beschikking. Mm-hmm. De Duitse bondskanselier, met name de Duitse bondskanselier Scholz, niet zozeer de minister van Buitenlandse Zaken, Baerbock of Habeck, de vicepremier Economische Zaken, daar toch nog steeds grote bezwaren tegen heeft. Mijn taxatie is dat de druk morgen in Ramstein zo groot zal worden dat ook Duitsland om zal gaan. Mm-hmm. En zal besluiten mee te doen. En dat lijkt me ook uitzonderlijk belangrijk. Maar ja, we kennen de Duitse historie, we kennen de Duitse terughoudendheid. Wat hier in Oekraïne gebeurt is voor Duitsland natuurlijk ongelooflijk gecompliceerd. Oostpolitiek ten grave gedragen, de relatie tussen Berlijn en Moskou, de afhankelijkheid van Duitsland, van Russisch gas, de miscalculaties in Duitsland. Maar aan het einde van de dag, aan het einde van de rit, morgen denk ik hoop ik ook trouwens, dat die zware tanks geleverd zullen worden. Ja, we zien wel natuurlijk al wat berichten naar buiten sijpelen en dat Duitsland ook wel bepaalde voorwaarden aan het stellen is. Dat ze zeggen, oké, als wij dit gaan doen, dan moeten de Amerikanen ook meedoen. Ja, dat vind ik een wat merkwaardige voorwaarde, eerlijk gezegd. Waarom? Nou, omdat ik zou vinden dat een Duitse, Europese beslissing van een aantal landen die Leopard tanks, gaat dan om de Leopard 2 tank, die gebruiken, dat die niet aan de voorwaarden moet worden verbonden dat het land wat al verreweg de grootste bijdrage levert aan de oorlog in Oekraïne, dan eerst ook iets moet doen. Dat vind ik politiek slap, om het zo te zeggen. Dus ik vind dat een foute voorwaarde.
En daar komt bij, en daar heeft Rob de Wijk denk ik gelijk, die gisteren bij u in de uitzending was, dat president Biden, zoals wij allemaal, maar ook met name president Biden, als leider van het belangrijkste NAVO-land, onze belangrijkste bondgenoot, zich 2, 3, 4 keer afvraagt, moet ik ook verder als Verenigde Staten verder escaleren door mijn Abrams-tanks te gaan leveren aan Oekraïne? Kunnen de Europeanen nu niet een keer zelf die verantwoordelijkheid nemen? En ik vind dat Biden daar gelijk in heeft. Mm-hmm. Ik zou me kunnen voorstellen overigens dat de Amerikanen die tanks leveren. Maar we hebben toch samen opgetrokken in dit verhaal. En dat is ook wat de Duitsers zeggen. Laten we nu ook weer in eenheid met elkaar optreden. En laten we geen verdeeldheid krijgen onderling. En daar speelt natuurlijk ook onder dat we een heleboel dingen helemaal niet alleen kunnen. Dat is juist, maar ik vind dat in zo'n geval, en daarom zeg ik, het is een politieke vraag, Duitsland zich echt zou moeten realiseren dat zo'n besluit over het inzetten van die zware tanks, dat ook heel goed een besluit kan zijn wat een aantal Europese bondgenoten nemen. En om dan weer te zeggen, ja, we doen het alleen als de Amerikanen het ook doen, ik begrijp de stellingname, maar ik deel hem niet. Dan probeer ik me gewoon even voor te stellen. Ze zitten morgen bij elkaar. U heeft natuurlijk niet. U zit er morgen niet bij, maar u heeft mogelijk dezelfde type situaties meegemaakt waarin het heel spannend wordt. Hoe moet ik me zo'n sfeer voorstellen waarin ze morgen bij elkaar komen? Nou, van de in mijn ervaring van de formele bijeenkomst. Ik kan niet zeggen, hoef je je niet te veel voor te stellen. Dat zou natuurlijk onzin zijn. Maar er wordt in de aanloop naar zo'n bijeenkomst natuurlijk al heel veel bilateraal, trilateraal overleg gevoerd. Ze komen daar niet onvoorbereid naar Duitsland. Dus er zal ongetwijfeld ook met Nederland contact zijn geweest. We hebben premier Rutte bij Biden gezien. Daar is uiteraard hier ook over gesproken. Niet alleen over tanks overigens, maar ook dan over Patriots, over luchtafweer. Ja. Dus er gebeurt in de, zoals dat zo mooi heet, in de marge van zo'n vergadering, in de wandelgangen van zo'n vergadering gebeurt heel veel, maar er gebeurt ook heel veel in de voorbereiding. Want ik heb zelden meegemaakt dat zo'n vergadering begint terwijl de deelnemers niet exact op de hoogte zijn van de standpunten die hun collega's innemen. Dus eigenlijk is gewoon al duidelijk wat het gaat worden? Nou ja, of is het toch nou nog ja, geen... Stel nou even het scenario dat Duitsland tot de vergadering blijft zeggen, wij doen het echt niet. Dan informeren ze daar de Amerikanen over. En dan is de vraag, wat gaat Lloyd Austin, de Amerikaanse Secretary of Defense, hoe zet hij daarin in Ramstein? Hoe ver is hij bereid te gaan? Hoe ver zijn de andere Europese bondgenoten bereid te gaan? Door tegen de Duitsers te zeggen, de politieke gevolgen van dit soort beslissingen zullen heel groot zijn. In Oekraïne, maar ook voor wat betreft de politieke cohesie en de politieke solidariteit van die groep die daar in Ramstein bijeenkomt. En wat mij dan ontzettend moeilijk lijkt, er zitten allemaal leiders daar, of de meeste in ieder geval, die de Koude Oorlog niet vanuit een rol hebben meegemaakt. Hè, vanuit een rol die we. En eigenlijk kom je dan ook bij een soort generatiekloof terecht. Iemand als Rob de Wijk, maar ook iemand zoals u. U heeft dat ook doorleefd, weliswaar in andere verhalen. Maakt dat uit? Ja, dat maakt uit. Even weer terug naar het begin van ons gesprek. Over de generatie 40ers, 30ers, 20ers, noem maar op, die generaties. Die niet in de Koude Oorlog zijn opgegroeid. Rob en ik wel, hoewel Rob een aantal jaren jonger is dan ik. Dat is voor hen natuurlijk een grotere omslag in mentaliteit. En met name ook, u noemde terecht, de leiders. Nou, dat zijn dan in Ramstein morgen ministers van Defensie en geen premiers. Uiteindelijk zullen al die politieke beslissingen, zware beslissingen die nu genomen worden, het is niet niets om zware gevechtstanks naar Oekraïne te sturen met alle risico's van verdere escalatie van dienst. Dat is echt niet niks. En dat moet dus wel blijvend gedragen worden door de bevolking. In democratieën, en daarom zeg ik, het hangt erg af van wat onze politieke aanvoerders aan weerbaarheid tonen. Nou, Rutte toont weerbaarheid als hij naar Joe Biden gaat. En dat geldt voor andere leiders ook. Dat kan in Duitsland wel eens een tandje beter van bij de kanselier. Dus het gaat uiteindelijk om de democratie.
democratie. En all politics is local is een bekende kreet. Ook in de internationale politiek. Want als hier je in Nederland... Je moet naar voren stappen. Ja, je kan Nederland, niet, je kan niet blijven zitten. Nee, je kunt niet blijven zitten. Je moet naar voren stappen. Ja. En je moet je bevolking meenemen. We zijn democratie. Maar het lijkt me ook angstig. Ik bedoel, ik zit gelukkig niet op die plek. En de bel gaat hier... De bel gaat voor het aanvang van de vergadering van de Kamer. Kijk, wij praten gewoon door. Hij kan soms best wel eventjes duren. Maar de paniek kan ook, denk ik, best groot zijn. Tenminste, het lijkt mij een heel angstig moment ook om dit te beslissen. Dit is echt ook wel historisch wat er nu gaat gebeuren. Dat is zeker zo, maar ik zou het woord paniek niet in de mond willen nemen. Want paniek is altijd slecht. Paniek betekent... Er wordt niet geregisseerd. Ja, er wordt wel geregisseerd. Zo'n Ramstein-groep is een hele belangrijke groep. Ja, waar die landen bij elkaar komen en hun onderlinge politiek en beleid op elkaar afstemmen. Dus nee, ik spreek niet van paniek. Ik spreek wel van beslissingen die u en ik bijna een jaar geleden, niet voor mogelijk hadden gehouden. Maar ik had ook een oorlog op het Europese continent niet voor mogelijk gehouden. Nee. Maar heb wel in mijn jongere jaren meegemaakt. Niet oorlogen, althans niet een grote oorlog als deze. Maar ik ben toch in een andere tijd opgevoed en opgegroeid... Mm-hmm. Dan mijn kinderen, laat staan mijn kleinkinderen. En wat is er dan moeilijker voor ze in die hele beslisprocedure... dat niet wetende als het gaat om ook bepaalde kennis die je wel moet hebben... om een goed besluit te nemen? Nou, die hebben ze wel. We hebben in Nederland een zeer goed ambtelijk apparaat. We hebben uiterst competente militairen aan de top van de krijgsmacht. Dus wordt het in andere dossiers wel eens anders over gesproken? Maar voor de defensie maakt u zich geen zorgen. Ik maakte me over defensie altijd grote zorgen. Niet over de mensen die met garen en band die krijgsmacht aan elkaar moesten knopen. Maar wel over het feit dat wij decennia lang niks hebben betaald voor defensie. En nu met de gevolgen worden geconfronteerd. Daar maak ik me zorgen over, maar niet over de competentie van onze topmilitairen en de topambtenaren die de bewindslieden moeten begeleiden bij dit soort inderdaad vrij historische beslissingen.